Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voor de mensen die nieuw zijn, mijn naam is Juane. En vandaag heb ik iets heel erg leuks voor jullie. Je kan het al een beetje aan de titel zien. Zoals jullie weten ben ik echt dol op tweedehands winkelen, tweedehands kleding kopen. En een van de plekken waar ik dat doe is op United Wardrobe. En zoals jullie weten zet ik ook vaak items van mijn eigen kledingkast op United Wardrobe. Zodat jullie die kopen, dingen die ik niet meer draag. Vaak loopt alles wel heel erg snel weg. Maar ook ik verkoop wel eens dingen niet. En daarom heeft United Wardrobe iets nieuws geïntroduceerd. Namelijk de United Wardrobe Outlet. En ik vind dit zo'n goed ding. De United Wardrobe Outlet geeft je dus de mogelijkheid om je items veel sneller te verkopen. Als je je items na 7 dagen op de app nog steeds niet hebt verkocht, kan je ze zetten in de United Wardrobe Outlet. United Wardrobe bepaalt daarvoor de prijs. En dan, you're good. En United Wardrobe heeft het geïntroduceerd voor de mensen die niet zo snel hun items verkopen. En ik vind dat echt een heel goed idee. Maar dit betekent ook voor de mensen die graag hele mooie tweedehands items kopen voor goedkoop, dat er heel veel te shoppen valt in de United Wardrobe Outlet. En dat is nou net wat ik vandaag ga doen. En ik heb er zoveel zin in. Let's find some treasures. Oké, dit is dus de United Wardrobe Outlet. En elke dag om 7 uur 's avonds komt er een nieuwe lading online met allerlei leuke items. En oh my god, ik zie echt al best wel veel. Oké, ik ga er even comfortabel bij zitten. Oeh, wat is dat? Shouldertas. Leuk. I love it. 5 euro maar hè. 5. Ik heb natuurlijk als eerste bij vintage gekeken. En ja, deze gelijk in mijn mandje ga doen. Nou, we zoeken even verder. Misschien ga ik op zoek naar een leuk jurkje of zo. Oh, jumpsuit. Oh, deze is echt heel leuk voor de zomer. 9 euro. I mean. 9 euro. Deze is ook echt heel leuk. Echt zo'n basic zwart jurkje. Oh, met een vet mooie open rug. Nou. Die gaat ook in het mandje. Geef wijn. Mie. Dit is echt een sweater voor mij. Even serieus. Oh, deze is ook pretty. Vintage, maar niet helemaal mijn kleur. Ik ben nu echt al een tijdje op United Wardrobe. En I love it. Ik heb echt al best wel veel in mijn mandje inmiddels gedaan. En ik ga ze natuurlijk aan jullie laten zien in een try-on haul. Maar ik wil ze nog eventjes hier al laten zien. Nou, ik heb deze Nike Sport Top. Want ik heb echt nieuwe nodig. En deze ziet er echt super nice uit. En dan heb ik ook het jurkje wat ik eerder had laten zien. Love de rug. Love de open rug. En bij hetzelfde meisje heb ik ook de jumpsuit. Ik heb een sport crop top. Ik heb echt sportkleding nodig. Nou, dan heb ik dus mijn tas die ik als eerste had laten zien. Ik denk dat ik hem echt heel leuk kan combineren met van alles en nog wat. En dan heb ik vervolgens een hele toffe broek. En hij is van een Monkey. En ik heb deze volgens mij al een keer gepast in de winkel. En nu is hij voor 9,50. Ik zie dat ze in de outlet ook super veel sieraden hebben voor mega goedkoop. Dus ik ga eventjes kijken of ik wat leuks kan vinden. Ik draag altijd eigenlijk gouden sieraden. Inmiddels zijn we weer een tijdje verder. En ik heb weer heel veel items toegevoegd in mijn winkelmandje. En ik ben bang dat ik een beetje te veel heb. Ga ik nu afrekenen. En nu is het wachten tot ze binnenkomen. Dus in de tussentijd dat ik daarop wacht, deze komende dagen, ga ik mijn eigen items in de outlet zetten. En ik ga jullie even laten zien hoe dat moet. Dit is mijn United Wardrobe account. En zo zien heb ik al een aantal dingetjes erop gezet. Ik heb ook echt al heel veel verkocht, maar deze blijven een beetje hangen. Dus wat ik ga doen is verkoop je items sneller. En dan zie ik hier de United Wardrobe Outlet. Hier zie je dus dat United Wardrobe bijvoorbeeld van 10 naar 9 gaat. Of nou ja, van 8 naar 3,50, 5,50. Zo zie je dat United Wardrobe eigenlijk de kortingen bepaalt. Zij weten dus wat het snelst verkoopt. Dat is voor mij heel erg fijn. Want dan kan ik gewoon heel snel mijn items verkopen. Ik ga een aantal van deze producten in de outlet zetten. Deze bijvoorbeeld. Deze. Deze. Tadaa. En dan zijn ze binnen 8 uur
staan ze dus op de outlet. En het fijne aan het verkoopproces is dat ik een verzendlabel krijg. Dus ik hoef niet voor de verzendkosten te betalen door de koper. Dus dat is super fijn. En dan breng je het gewoon naar bijvoorbeeld naar PostNL. En dan scan je de verzendlabel en dan gaat hij gewoon weg. Dus je kan zien, ik heb echt al wat aardig wat items verkocht op United. En ik ben heel benieuwd hoe snel mijn items verkocht gaan worden in de outlet. Mocht je nou benieuwd zijn naar mijn United Wardrobe account, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En daarnaast zal ik ook een linkje in de beschrijving zetten die naar de United Wardrobe outlet gaat. Inmiddels is het een week later en ik heb alles binnen. Ik ga dit nu voor jullie unboxen. Ik ga het aandoen. Ik ben heel erg benieuwd. By the way, dit jurkje is ook van United. En ik heb die niet in de outlet gekocht. Maar gewoon normaal. Dat wil ik ook nog even laten zien. Zo lekker beachy of zo. Echt maar perfect voor de zomer. Deze was... Hoe was deze? Dit jurkje was 16 euro. Oké, laten we beginnen met het eerste dingetje. Dit is de tas. Tas, jongens. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt die... Oeh, zo pretty. Of zo. Huh? Er zitten twee brillen in. Oké. En nog een ketting. Oké, surprising. Oh, hij is zo mooi. Oh. Ik vind het ook echt heel erg leuk in deze outfit. Waarom zou iemand deze tas wegdoen? I'm in love. I'm in love. Deze was dus maar 5 euro. Nou, amazing. Het lijkt alsof het dus niet zo heel veel in kan. Maar dit, hier heb je van die... Kijk. Ik hoef het veel in. Hij ruikt wel echt vintage. Ik weet niet waar ze het heeft gehaald. Maar echt, wat een aankoop. Jurkje met de open rug. En heel benieuwd. Het is wel... Hij schijnt wel heel erg door. Maar goed. Mijn jumpsuit. Ik ben zo benieuwd. Oh, ik hoop echt dat het past. De playsuit aan. De jumpsuit, hoe je het ook wil noemen. Super cute. Oh mijn god, I love it. Ja. Oh, en hij zit ook echt super lekker. Nou, hij is echt mooi. Perfecte staat. Oh mijn god. Deze was dus maar 9 euro. Ik ben een beetje bang om het jurkje aan te doen. Want ik zag dat hij heel erg doorschijnt. Dus ik ben benieuwd. Hij is trouwens van Boo. Dat had ik nog helemaal niet gezien. Oké. Pretty. Oh ja, tuurlijk. Hoe moet je dan zonder BH aan doen? Echt super mooi. Alleen, ik vind het wel naked. Ik vind het altijd heel erg mooi als een jurkje, zeg maar, zo wat hoger hier is. En dan zo. Ik vind het echt... I love it. Deze jurk was 10,50 euro. Nou, echt twee superleuke items. Yay! Als jullie weten had ik ook een aantal accessoires besteld. Ik dacht misschien is het nu al leuk om dat eventjes te passen. Een scrunchie. Kijk. Leuk. Veel plezier met deze accessoires. Oh, dankjewel. Super leuk. Ik wil zo graag, zo lang een enkelbandje. Ik ga deze als eerste even openmaken. Ja. Ja. Ik pak even mijn vlogcamera bij om het aan jullie te laten zien. Pretty. Echt leuk. Dit is dus een leopard print. En ik heb nu, zoals je kunt zien, een tijgerprint in. Ik vind deze wel stiekem veel mooier. Dus. En deze was ook 2,50. Dan had ik dus een kettingje besteld. Met van die maantjes en sterretjes. Maar ik draag eigenlijk alleen maar goud. Ik dacht dus dat het op de foto ook goud was. Maar het is zilver. Dus ik ga hem denk ik aan een vriendin geven. Ik vind hem verder wel echt super mooi. Dus ik baal echt dat hij niet in het goud is. Echt super pretty. Maar ik hou echt niet van zilver. Deze was ook 2,50.
Dit zijn die schelpjes. Deze waren maar 2 euro. Ik heb dit schattige envelopje. Oh, ik heb best wel veel dingen met schelpjes gekocht. Besef ik me nu eigenlijk. Ik weet niet. Ik had er eigenlijk niet zo echt over nagedacht. Deze paste bij mijn enkelband. Hoe cute zijn deze? En deze waren maar 3 euro. Oh, leuk! Deze ring is een stukje groter dan de andere schelpjes. Echt zo goedkoop. Een pakketje is de broek. De monkeybroek. Ah, enjoy. Kijk, broeken is natuurlijk altijd best wel lastig. Als je dat niet in de winkel past. Dus ik hoop dat ik hem pas. Het is dus een pantalon. En ik hoop echt dat ik hem pas. Het is maat 34. Nou, let's try. Oké, hij is dus te groot. Maar ik heb hem even zo vast voor het idee. Maar hij valt dus van mijn heupen af, want ik heb niet echt heupen. Maar anders zou hij zo leuk zijn. Ik heb nu eventjes geen riempje, maar dan ga ik gewoon een riempje kopen. Want verder staat hij echt, zeg maar, super leuk. Echt hele mooie plooien. Ik weet niet of jullie dat echt kunnen zien. Hoe kan dit? Het was 34. Ik snap het niet. Deze was 59, maar wel jammer dat hij niet past. Helaas, helaas, helaas. Ik heb eventjes een legging aangedaan, want ik weet dat de laatste twee pakketjes sportitems zijn. Ik had een sport-BH gekocht en een crop top. Oh, hij is echt nog helemaal mooi. Dit is hem. Deze was 9 euro. Hoi. Jee! Ik had echt nieuwe sportkleding, zeg maar, nodig. En deze zit echt heel erg lekker. En ook de achterkant ziet er zo uit. Maar ja, voor 9 euro. Ik ben blij. T-shirt. Whatever. Dit is toch een crop top? Ik zal eventjes hier een foto doen. Maar hij is gewoon dubbel gevouwen. Nou ja, slaat dat op. Oké, geen crop top dus. Maar een normaal t-shirt voor 7,50. Ik vind het een beetje jammer. Want ik zocht dus een crop top omdat ik Zumba en African Dance. En dan is het gewoon te warm, zeg maar. Dus ik doe altijd crop tops aan. Met een t-shirt. Maar verder wel een hele mooie staat. Oh, hij past gewoon, joh. Als jullie vaak mijn video's zien, dan vind ik het altijd super belangrijk om dat het hier, zeg maar, een crewneck is. Dat is het. Dus als ik het alsnog een crop top wil doen, dan kan ik even een klein knoopje doen. Alle problemen zijn om op te lossen. My friends. Hij is niet super lang. En hij heeft hier zo'n split wat ik op zich wel leuk vind. Ik ga eventjes naar mijn normale outfit. Ik dacht, ik laat je nog eventjes de scrunchie zien. Ga ik eventjes in mijn haar doen. Ja, ik vind deze toch wel echt een stuk mooier dan deze. Lieve mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil United Wardrobe bedanken dat ze met mij wilden samenwerken. Ik heb echt zulke leuke items. En ik ben zo excited. Ik ga eens lekker wassen. Even clean. Mocht je nou mijn items willen kopen op de United Wardrobe app, dan staat het linkje hieronder in de beschrijving. En ik zal ook het linkje zetten naar de United Wardrobe outlet. Dus dat kunnen jullie ook bekijken. Want het is zeker de moeite waard. En als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer. Thank you.